Shit, yeah. Yo, mensen, het ik deze video Mijn naam is Wesley van Fishboy1999. Met vandaag weer een nieuwe Spelers Career Mode. En vandaag hebben we, ja, het zijn maar twee wedstrijden. En waarom weet ik ook niet, maar ja, jullie gaan het zo meteen wel zien. Maar in ieder geval, één wedstrijd met het Nederlands Elftal. En we gaan kijken wat we gaan kunnen doen met Oranje. Met deze ja, vriendschappelijke wedstrijd tegen Polen. In, uh, thuis in Nederland, kijken of we ook voor het eerst kunnen scoren op Nederlandse bodem voor het Nederlands elftal, kan zomaar gebeuren hier, maar de renning is van Grasacosti en de hoekschop is wel voor het Nederlands elftal, wordt genomen door notabene Quintus Promes waar ik net van gehoord heb dat hij waarschijnlijk uh, bij een steekpartij betrokken was Fokker, Promes Fokker, er komt een kans kunnen we de bal uh, meegeven, ja hier of van de Beek van de Beek wordt van de bal gezet. En dus is de bal weer voor Polen. 10 minuten gespeeld. 0 0 nog steeds tussen Nederland en uh, Polen. Retsa. En hier de bal voor Veurtje van Dijk. We hebben ook een 2K met het Nederlands elftal hier bij de Spelers Square Mode. Gaat ook vanaf de volgende aflevering aankomen, woensdag in. We worden meegenomen door uh, de Bondscoach Frank de Boer. Een aanval hier voor Berghuis. De twee kunnen elkaar natuurlijk goed vinden: Berghuis en Fokker. Ook al is Bergaars nu weg, terug naar Fokkers, dat is buitenspel. Kans is voorbij. We staan helaas buiten spel. We, staan, we hebben nummer 10, zie ik hier. Dat moet even aangepast worden, dan moet het natuurlijk nummer 9 zijn. Ook bij uh, Estelvilla. Volgens mij bij Villa zit er we wel nog nummer 9, als ik me niet vergis. Milik. Milik en de schot geblokt door De Vrij. Half uur gespeeld. Polen met de kans, Milik en dan Zoet de bal klem. Jeroen Zoet naar Van Dijk. Wesley. We moeten nu de aanval zoeken. We moeten eigenlijk dan naar voren gaan. Niet achterin blijven staan. En we gaan ook nu. We gaan op snelheid er langs. Dan kunnen we zomaar voor de 1-0 gaan. In ieder geval de aanval daarop. We gaan zelf, denk ik. We gaan proberen. Nee, toch afgeven. Dan de bal kwijt. En de bal net niet hiervoor van de Beek. Bal een keer weggeschoten. Milik vangt de bal niet lekker op. Promes vangt hem op. Wel de voet van de tegenspelder. Weer de bal voor Polen. Het is overigens weer de foutje tussen Nederland en Polen hier in deze wedstrijd. De laatste wedstrijd voorafgaand aan het WK. Die Nederland nou tegen Zuid-Afrika. Die wij niet gaan spelen. We worden niet opgesteld die wedstrijd. Een goede paas van, van Mes op ons. En nu gaan we zelf schieten. En dat is het ook zo. We scoren. Het is 1-0 voor het Nederlands al. En we mogen voor het eerst scoren. Ja, thuis in eigen land. En uh, ja, morgen gedaan. goede paas ook. En ja, we maken hem af. We zien het hier nog een keer. We lopen gewoon één keer door. En dan is het uh, gewoon hangen, schieten. Boom! 1-0 voor Oranje. Tweede helft is begonnen, minuut 47. Wesley Fokker. Goeie paas. Nee, niet echt lekker op Kluivert. is nog steeds voor, het, uh, voor Polen dus nu. Badranek. Nederlands helpt of hij de bal terug wil krijgen hier uh, achterin. Bij Polen. Reza. Paul zit nog steeds voor Polen. Nederlands helpt weet even niet hoe ze de bal terug moeten krijgen. Dat gaat nog steeds niet lukken. Reza. Reza. Krijgt de bal toch bij een medespeler onderschept nu door uh, Malatia. Goed, Malatia en Fokker. Van de Beek. Nu het Nederlands Nederland zelf weer gevaarlijk. Van de Beek, goede paas op Fokker. Bal teruggeven daar richting de flank op Berghuis. Nee, hij gaat in één keer door richting Wijnaldum, toch de op ons. Nu de bal bij Van de Beek, net iets achter hem. Donny van de Beek, nog steeds, Wijnaldum. Fokker, nu afgeven, Kluivert loopt er vrij. Kluivert, en het is 2-0 voor het Nederlands elftal. Justin Kluivert. Een Nederland, Nederland scoort. Sorry, dat even, zat, even, zat even wat dwars. Maar Kluivert scoort. En we staan 2-0 voor. Milik. Jetsa. Polen op jacht naar een doelpunt. Uh, een overtreding hier. Van Polen schijnbaar. De vrije dat dus voor het Nederlands zelftal. Wordt genomen door uh, Van Dijk. Milik eruit gegaan. Van de Beek. Fokker. Oeh, dat is niet lekker gedaan. Tot de bal hem meegekregen. Promes. Nee, Wijnaldum, sorry. Door Gignal, Wijnaldum. In één keer door richting Stenks. Maar die kan de bal niet binnenhouden voor het Nederlands elftal. Wissel Kleiber naar de kant bij Oranje. En zijn vervanger is Kenny Tete. Nu 68, prachtige paas. Dan moeten we hier eigenlijk de 3-0 maken. Maar de redding van Drasakowski. Rebound niet voor een speler van het Nederlands elftal. Bal weggehaald. Tot nog hier voor. Oeh, we lopen elkaar in de weg hier. Niet echt slim. Zit dus de bal weer voor Polen. Kunnen we de bal zelf heroveren. Nee, tot nu toe nog niet. Nog steeds het bal bezitten voor Polen. Schoten op doel. Nederland 7 en Polen maar liefst maar eentje. Ja, en 2-0 voorspel voor Oranje. Dan zie je wat elkaar schoten. Waar eigenlijk meer hadden moeten scoren. Maar ja, ze willen er niet in gaan. Neemandolski. Kans nu voor Polen. Goed verdedigd weer door Oranje. Vuurtje van Dijk. Van Paas richting Fokker. We controleren de bal ook. kunnen we meegeven. Dat doen we zeker. Goede paas richting Kelvin Stenks. We vangen van Kluivert. Kelvin Stenks. Berghuis loopt daar vrij. Stenks bedoel ik. Stenks kan die hem uh, meegeven. Ja, nu op ons. Ze moeten we de buitenflanker de bal voorzien te geven. Dat is een hele slechte voorzet. Ik weet niet waar hij naartoe wou gaan. Je ieder niet naar uh, een speler die we houden. Die kan de bal wel nog een keer opnieuw. Nee, weer weg. Laatste tien minuten van deze wedstrijd. De 2-0 voorsprong voor het Nederlands al Nederland dat zich al gekwalificeerd heeft voor het WK. Gaan jullie de volgende aflevering zien. De groepsfase van het WK met onze spelers mode. Jullie hebben het gisteren gezien. Of vandaag hebben jullie het gezien met uh, de Final career mode. En volgende aankomende woensdag gaan we zien met de spelers mode met Nederland Nederlands al. En we hopen ook natuurlijk een transfer. Want ja, ik zei het al. Hierna, we hebben nog heel veel ja, championship wedstrijden te gaan. Maar de coach stelt ons maar één keer op in die wedstrijden. worden we één keer opgesteld in, 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 in volgens mij één... Hoeveel zou het zijn? Acht wedstrijden. Dus ja, ik weet niet waarom. Estel Villa-coach heeft het in ons niet meer. Ziet het in ons niet meer. En ja, hij is misschien ook boos dat we weg wilden bij de club. Dat hij ons daarom niet meer om mee op heeft gesteld. Dan hoop ik gewoon dat we een goede transfer krijgen sowieso volgend seizoen. Ik vind het jammer. We deden het goed in het begin van Estel Villa. Je gaat trouwens van de beek naar de kant. Veerman binnen de lijnen. Maar uh, ja, het is jammer. De coach ziet het niet meer in ons bij Estel Villa. Terwijl we toch goede... We zijn toch topscorer van, uh, van Estel Villa. We doen het goed. Publieksliefeling sowieso. Dat waren we bij Pek Zwolle ook. Bij Eston Villa toen gegaan. Misschien is de stap niet erg lekker geweest van Pek Zwolle naar Villa. We hadden misschien in Nederland moeten blijven. Maar ja, ik ga niet naar A.S. of PSV. Mochten we een aanbieding krijgen nu van, een, van Nederland. Het kan ook Twente zijn. denk ik niet. Maar Twente Feyenoord natuurlijk het liefst. Dan gaan we die natuurlijk accepteren. Maar ja, topclub in Engeland zou ook nog wel kunnen. Misschien dan nog een uitleiding gelijk doen daarnaast. In ieder geval gaan we kijken wat Nederland zelf gaat doen tegen Zuid-Afrika. We gaan we mogen, die wedstrijd worden we niet opgesteld. Dus we gaan kijken wat die wedstrijd wordt. We simuleren hem. En die wedstrijd tegen Zuid-Afrika die verliezen we. verrassend genoemd 2-1. De laatste wedstrijd, dus voorafgaand aan het WK, verliezen we met 2-1 van Zuid-Afrika. Na een 2-0 overwinning tegen Polen. Nu 2-1 verliezen tegen Zuid-Afrika. En dan gaan we door naar de volgende wedstrijd met Estel Villa. Wat wij dus niet wisten, is dat het de laatste wedstrijd is die wij spelen voor Estel Villa. In ieder geval dit seizoen. Want we worden de rest van de wedstrijden niet meer opgesteld. Esther Villa, waarom doe je dat? Vraag ik me daarna af. Maar goed, het, zou wel, uh, het, zou wel, het zou wel. De coach zou dat wel zo willen. Ik vind het jammer. Tegen de rating. Oh, nee, die worden ook niet opgesteld, of wel? Worden die wel opgesteld? Nee, die ook niet. Die, die, die hebben we dus gesimuleerd. Tegen rating mogen we dus niet spelen. En die wedstrijd, die. Uh, even kijken. Die winnen we 2-0. Winnen dus wel, het simuleren. Maar ja, het liefst zullen we natuurlijk al spelen zijn die je bewijzen bij je club. Bij Packs hebben we dat uitgebreid goed gedaan. Estland Villa ook in het begin. Totdat we aangaven, volgens mij, halverwege het seizoen. dat we voor een transfer open staan. dat het nieuwe seizoen begint. En toen dacht de coach: van, weet je, hey, je bent hier net. je moet niet zeuren. Ja, het is wel zo. We zijn nu al 80 algemeen. We worden deze aflevering 80 algemeen. We gaan richting de 81. En voor een Estland Villa spelen best veel. Maar zo zou een subtop in de Premier League wel goed bij ons passen. Italië zou ook al bij ons passen. Spanje zou ook nog kunnen. Je speelt de komende wedstrijd. Dat is mooi. We spelen dus de komende wedstrijd. En we gaan kijken wat we in die wedstrijd kunnen doen. We hopen dat. Ik hoop natuurlijk dat we ons kunnen laten zien. Dat we kunnen scoren. Tegen Norwich City. Gelijk een lastige. Maar ja. Tegen een lastige wedstrijd. Dan moet je eigenlijk gewoon blij zijn dat je er staat. En dat, uh, dat doet hij ook. En daar ben ik super blij mee. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Een kwartier bijna gespeeld. En nog steeds de 0-0 stand. Tussen Norwich uh, City en uh, Estel Villa. En de bal hier. Oeh. We kunnen de bal Nee, We krijgen de bal net niet lekker mee dus de bal weer voor Norwich City met de ingooi. Trebel. Zimmerman. Stieberman. Het is uh, Norwich City. Wij hebben ond 11 punten. Nummer 2 staat 95 punten. Sheffield United. Zoals het er nou uitziet zijn we natuurlijk door naar de Premier League. Ja, als we dan getransferweerd worden naar een uh, ploeg in Engeland in de Premier League. Dan gaan we natuurlijk tegen onze oude club spelen. Dat willen we natuurlijk ons helemaal laten zien. Maar ja, nu spelen we nog op Estor Villa. En weet niet wat de toekomst nog gaat brengen volgend seizoen. Misschien krijgen we helemaal geen aanbiedingen dan moeten we wel blijven. En dan moeten we ons gewoon helemaal bewijzen bij Aston Villa. Hier komt de kans trouwens voor de 1-0. En ja hoor, we mogen maken. In minuut 20 is het 1-0 voor Aston Villa. En wij met ons doelpunt. Prachtig gedaan. Dus we laten ons zien, toch aan de hoofdcoach van Aston Villa. Die het niet zo in ons ziet, lijkt het wel. Maar toch maken we hier een prachtig doelpunt en een 1-0 voorsprong. Dan kijken we nog wat het gaat worden. Minuut 19, ja, minuut 20, 19. Eerste helft is bijna aangebroken. Afgelopen en tweede helft is bijna aangebroken. En dan steeds die 1-0 voorsprong dus. Boota, We krijgen de bal mee. Tuurlijk missen we ook ons maatje, hè, Steven Berghuis. Dat, mis, dat, dat, dat is ook één ding waarom de coach, denk ik, geen vertrouwen meer in ons ziet. En ook niet meer ons nodig heeft in het spel. Hij wil een ander spel gaan spelen nadat Berghuis vertrokken is. Want ja, wij waren een goed duo voorin. Berghuis en Wesley, dat was altijd een gevaarlijk duo voorin. En ja, Nu is Berghuis getransformeerd. Ik heb geen idee waar naar hij naartoe is gegaan hier in de game. Goeie paas. Dan moet hier nog de kans komen voor de 2-0. Zo vlak voor rust. Kunnen we de bal voorgeven? Jazeker. En de kopkans weggehaald. Rebound. En die zit er net niet in. Die had erin moeten zitten van Condogbia. Maar de bal gaat naast. Tussen de tweede helft, minuut 63. Stieberman. De balbezit is nu voor Norwich City. Die kan zo met een gelijkmaker komen. Dat zal een heel zonde zijn. En die komt er ook. Het is 1-1. Minuut 65 en uh, Norwich City zat op gelijke hoogte. Dat is voor ons heel jammer. Hopen dat wij dan wat kunnen doen? Want er loopt een speler warm langs de zijlijn. Dat betekent dat wij misschien gewisseld gaan worden. Wat ik niet hoop. Traore. Zo niet lekker bij ons gekregen hoor. Babs, het is weer voor Norwich City. Stieberman. Ongeschept door Campbell. Goed gedaan. Campbell. Paas richting uh, Grease. Jack Grease. Campbell. Maar je nu op ons. Dan moeten wij de bal nu voorgeven. Want Traoré loopt daar in de buurt. We hebben de bal nog steeds. Dan raken we de bal weer kwijt. Jij wil, ik moet al eerder zeggen dat we ook de vorm niet helemaal hebben. Sinds Berghuis ook vertrokken is hoor. We merken het wel. We merken het zeker wel. En um, de bal zit is dus over Norwich City. Waar de wissel klaar staat. Langs de zijlijn om in te vallen bij Eston Villa. Dat is een spits. dat zou betekenen dat wij naar de kant worden gehaald. Als de bal zo meteen uitgaat. Hier de bal dan nog voor één keer aanval. Wesley. Ah, kunnen we wel bij ons houden of ah, kunnen de bal kwijt? We houden hem tot nu toe bij ons. We gaan zelf. En iets te hard voor zijn uitgespeeld. Dan, ja, dan, ja, dan is het weer de bal kwijt. Het is wel zorgig. We zijn wel iets minder deze wedstrijd na die goal. Ja, en de keeper deed daar hem hier gewoon helemaal uit. En dan worden we er zeker gewisseld. En dan is het voor ons klaar. En ook dit seizoen met Estel Villa is klaar. Want ja, de coach heeft ons besloten om niet meer op te stellen. Waardoor ik voor mij wel ook zelf heb besloten om gewoon te vertrekken volgend seizoen. Want ja, als je zo een beetje spelen omgaat, gaat, dan uh, vind ik het ook wel een beetje mensonterend als je dat doet. Want ja, we waren zo goed. We zijn toch nog de beste van Estel Villa geweest dit seizoen. Kan ons dan zo aan de kant zetten, dat vind ik wel heel erg, heel erg van de trainer. Maar dus we andere wedstrijden simuleren. Deze wedstrijd die, uh, winnen we 3-0. We winnen wel. Dat is voor Estelvilla natuurlijk een voordeel. Ze gaan door naar de Premier League volgend seizoen. Wat wij misschien niet meer mee gaan maken. Want we willen weg. Nu helemaal, nu de coach dit besloten heeft. En we hopen nog ooit, we hebben natuurlijk met Nederland zelf, dat we samen met Berghuis spelen. Maar we hopen natuurlijk nog ooit Berghuis te treffen bij de club waar we dan zitten. Ook ik ik weet niet ja, het is dat ik niet weet waar Berghuis zit. Anders had ik het uh, op die aanbod geaccepteerd. Uh, we zijn nu 80 algemeen trouwens. We zijn nu 56 miljoen euro waard. 56,5 miljoen. Deze wedstrijd simuleren we ook. We hebben 115 punten. Nummer 2, Sheffield United, 101. We zitten weer niet bij de selectie. En we gaan deze wedstrijd ook simuleren. Als jullie trouwens het horen op de achtergrond qua hard gedraai. Is het de warmachine. Ja, sorry neem me niet kwalijk. Maar ik, uh, ik heb er geen last van. Jullie horen mijn stem vol mij gewoon hard erboven uit. Dus dat maakt op zich niet uit. Maar dan weten jullie wat jullie horen de hele tijd op de achtergrond. Deze wedstrijd hebben we al ook gewonnen. Dat gaat dus uh, lekker. We gaan de wedstrijd weer even voor de simuleren. Even kijken. En dan hebben we ja, bijna richting de 81. Ik zei het al. Dan gaat het zo ook nog maar veel meer worden. Even kijken. 44 wedstrijden gespeeld, 118 punten voor Eston Villa. De wedstrijd tegen Swansea City is op het programma, die we ook wederom weer niet mogen spelen. Dankjewel, coach, voor Eston Villa. Wat kunnen we doen tegen Swansea City? Die wedstrijd, die... winnen we ook met 3-0. Kijk, we winnen wel. Ja, wij zijn, niet, wij zijn zeker niet tevreden. Zeker niet tevreden. En... Die mogen zeggen, naar welk land moet ik vertrekken? Tuurlijk wil ik naar Nederland als Feyenoord op ons pad komt. Maar als Feyenoord niet op ons pad komt, waar moet ik dan naar nou vertrekken? Naar de Premier League, Italië, Spanje, Frankrijk desnoods. Duitsland kan ook natuurlijk nog. Ik heb natuurlijk in FIFA 19 Frankrijk gehad met Olympica Lyon. Ik heb in FIFA 20 Spanje en Premier League gehad. En Duitsland tot nu toe heb ik nog niet gehad bij een career mode. Volgens mij bij de spelers career mode. Maar goed, het kan allemaal natuurlijk naar welke club ik zou moeten gaan. 45 wedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijd is tegen Cardiff City voor Aston Villa. Ja, ik hoop voor hun dat ze hem gewoon dik verliezen. Voor ons, dat, dat zou voor ons natuurlijk, uh, ja... We zijn, meer, we zijn niet meer op ons gemak bij Aston Villa. Maar ik kan er wel verrassend vinden dat we mee mogen met het Nederlands elftal... Na het WK. Dat betekent dat de bondscoach Frank de Boer wel iets in ons ziet. En we mogen ook de eerste wedstrijd gelijk spelen met, uh, in de groepsfase van, uh, van het WK. Deze wedstrijd, de laatste wedstrijd tegen Cardiff. Die wedstrijd winnen we. Nee, verliezen we met twee. En kijk, nou, dat willen we toch ook wel al zien als Aston Villa spelen. We verliezen de laatste wedstrijd. Maar goed, dat waren onze laatste wedstrijden met Estelvilla. We werden dus niet opgesteld. Dat had ik heel erg jammer vond. Alleen tegen Norwich City, waar we nog doelen mochten maken. Maar dat kwam de gelijkmaker. De wedstrijd met Nederland zelf die we begonnen hebben. En nu gaan we dus richting het WK met Oranje. Wat jullie ook gaan zien in. Niet in deze aflevering aan jullie aankomende woensdag zien. Ik voor het kijken naar deze video. Tot morgen weer bij een nieuwe Final Query Mode en een zekere tijd. En zoals nu, later! Ja.